Goedendag, mijn naam is Jozef Aert. We kijken de hoek tussen twee vlakken. De hoek tussen twee vlakken alf en bijtum wordt gedefinieerd als de hoek tussen de normaalvectoren. We gaan hier de hoek berekenen tussen de normaalvectoren. Ja. Nu, een hoek tussen twee vectoren, of deze twee normaalvectoren, wordt gedefinieerd in feite door de kosten te berekenen. De kosten van de hoek tussen twee normaalvectoren is in feite gelijk aan ja, de norm van het scalaire product van de normaalvectoren gedeeld door de norm van de twee product van de twee normale vectoren. Dat betekent hier na en alfa maal n beta. Het scalaire product gedeeld door de norm van n alfa maal de norm van n beta. We gaan dus om de hoek tussen twee vlakken breken, breken we de hoek tussen twee normale vectoren. Wat zijn de normale vectoren? U en alfa. Dat zijn de coëfficiënten van de x en de y z. Die vormen samen een vector en noemen de normale vector. Dus n alfa hier, we nemen de coëfficiënten van x, y en z en dan krijg je de waarde. 3 had je 3x, had je min 2 aan 2i en 4z. Voor n beta om zelf, neem voor beta de coördinaten 1, 1, min 1 het x plus i min z. We gaan eerst n alpha maal n beta berekenen, dat is het product, product. Dat betekent in feite, je coördinaten optellen, je coördinaten vermenigvuldigen, y coördinaten vermenigvuldigen optellen. Dus 3, min 2, 4 vermenigvuldigen met 1, 1, 1. Dat betekent eerst je x-coördinaten vermenigvuldigen, 3 maal 1 is 3. Dan y kan optellen, min 2 plus 1 wordt plus min 2. En dan z-coördinaten 4 min 1. Dan krijg je dus 3 min 2 min 4. Als je uitrekent, dan krijg je 3 min 2 min 4. Eens rekenen, dat is min 1 min 5. Ja. Daarna brengen we de norm van alfa, dus n alfa. De norm van uw normaalvector. Een norm betekent de vierkantwortel van elke coördinaat in kwadraat en optellen. Dus 3 kwadraat. Plus min 2 kwadraat, plus 4 kwadraat. Ja, dat wordt 9 plus 4 plus 16. Ja, samen is dat wortel 29. Ja. Tweede, voor beta hetzelfde, de normale factor van beta, is de vierkantwortel van de coördinaten vermenigvuldigen en optellen. Dan krijg je 1 kwadraat plus 1 kwadraat plus 1 kwadraat, is samen wortel 1 plus 1 plus 1, wortel 3. Wat zijn de kosten dus van de hoek tussen n alfa en beta? Die kosten dus, dat was een deling. Dat betekent een teller kreeg je het scalaire product. Het scalaire product was hier gelijk aan min 5. Gedeeld door de norm van n alfa is wortel 29. Dus min 5 gedeeld door wortel 29. En n beta was wortel 3. Nu dat getal is een getal. Hoe bereken je dan de hoek? De hoek bereken je dan door je boogkosten te berekenen. Dus de hoek tussen n alfa en beta is de boogkosten dus van min 5 gedeeld door wortel 29 gedeeld door wortel 3. Ja, dat doe je met je rekenmachientje, dat kun je uit je hoofd. Ja, dan vind je waarden gelijk aan de hoek tussen gelijk aan een waarde 57 graden 53.000. Dat is ook de hoek tussen de twee vlakken, dus 57 graden 58. Dank wel, bye bye.